Dus dit zijn een aantal metaforen die Lompal Tamachayo, de abt en de leraar van onze traditie, die hij regelmatig benadrukt, zeg maar. Dat zijn zo een aantal. Er zijn er wel meer, maar dit zijn dan wel de meest gebruikte. Wees bevriend met elke ervaring. Dat is niet hetzelfde als dat je zegt, ik omarm elke ervaring. Dat wordt nog wel eens gebruikt door sommige meditatieleraren. Dan zeggen ze, omarm elke ervaring. Ik vind dat zelf niet zo heel goed gekozen, die bewoording. Omdat je. Ik zou ook niet zeggen dat je nou heel erg veel afstand neemt. Maar het is wel een passieve houding in feite in meditatie. Passief is niet altijd verkeerd. En als je zegt ik omarm elke ervaring, dan heb je het eigenlijk meer over een soort van therapie. En in meditatie is dat weer anders. Wees net als een buis waar je gedachten als water doorheen lopen. In het Vlaams is het, geloof ik. In het Vlaams gebruik je het woord doorheen een beetje anders dan in het Nederlands bij ons. Maar ik geloof dat ik als ik het zo schrijf, dan kan het in allebei de landen. Is dat correct, Arnold? Ja. Een derde. Dit is eentje die niet bij iedereen werkt. Doe net alsof je geen hersenen hebt. Dit zijn letterlijk de woorden van Lompal Tamachayo. Dus hij zegt dan, als je in meditatie wil oefenen om gelijkmoedig te zijn, doe net alsof je geen hersenen hebt. Maar voor mij werkt deze wat minder, maar dat komt misschien omdat ik te veel nadenk. Maar ja, de een werkt het wel en de ander niet. Ik kan het moeilijk zeggen. Doe net alsof er niets aan de hand is. Ruben, die ook wel eens meditatie begeleidt in deze traditie, die zegt, gebruikt vaak het woord nonchalant. Dus mediteer op een nonchalante manier. Dat is ook een soort van gelijkmoedigheid. Zo kan je dat ook wel formuleren. Een zekere nonchalance in de meditatie. Ik weet niet, gebruiken we dat in Nederland zoveel, nonchalant? Ja, gebruiken we ook wel, Ja. hè? Ja. Nou, je zegt ook wel, doe net alsof er niets aan de hand is. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van het Thais. Maar ik geef toe dat Rubens nonchalance eigenlijk ook wel heel goed gevonden is. Wij zijn de kijker, niet de regisseur. Ook deze gebruikt Ruben vaak. Ik geloof dat Andy hem ook vaak gebruikt. We zijn de kijker, niet de regisseur. Dus in feite kom je van de regisseursstoel af. En je gaat eigenlijk, je wordt een toeschouwer. Dus je laat de ervaringen in je meditatie gewoon ontvouwen, afspelen, zonder in te grijpen. Wees nog opgewekt, nog te neergeslagen door je gedachten. Dat is de letterlijke vertaling. In het Thais zeggen ze Mayindiyinrai. Mayindiyinrai, dat is als het ware één vaste uitdrukking. En één zin, of in één woord in feite. Wees nog opgewekt, nog te neergeslagen door je gedachten. En dus als je iets positiefs denkt, laat je dan niet door afleiden. Denk je iets negatiefs, laat je ook niet door afleiden. Het gebeurt nog wel eens dat mensen tijdens de meditatie ineens hele goede ideeën krijgen. In hun werk of misschien in andere interesses die ze hebben. Dat komt wel eens voor. Ik heb wel gehoord van kunstenaars of andere mensen die creativiteit nodig hebben in hun werk, die een notitieboek naast hun leggen tijdens de meditatie. Dat is niet altijd aan te raden, omdat in de eerste plaats
die gedachten, als je daar achteraan gaat lopen door ze op te schrijven, door je ogen te openen enzovoort, dan heb je natuurlijk die gelijkmoedigheid al deels opgegeven. En ten tweede, zelfs als je goede ideeën hebt, dan is de kans vrij groot dat je ze nog wel onthoudt na de meditatie. Of dat ze misschien niet direct na de meditatie, maar dat je na een tijdje ze ineens weer herinnert. Als je je weer wat rustiger bent of zo, of als je op een rustig moment ineens een vergelijkbare gevoel hebt, dan zul je die herinneringen wel weer, zul je die ideeën wel weer herinneren. Maar goed, misschien is dit niet voor iedereen heel relevant, maar ik ben het al verschillende keren tegengekomen dat mensen daarmee kampen. Dus eigenlijk is dit een luxe probleem. We hebben goede gedachten, we hebben interessante gedachten, we hebben goede ideeën. Dat betekent dat we door onze patronen heen komen van gedachten, van denken, van in kringetjes denken. Out of the box, zeg maar. Maar het nadeel is dus dat we daardoor soms wel weer afgeleid worden. Je gedachten zijn net als de wolken of de vogels in de lucht. Ja. Nou, deze gebruik ik zelf heel vaak, dus jullie zullen wel deze kunnen invullen wat ik daarmee bedoel. Het mooie van deze metafoor is dat er ook het gevoel bij zit van ruim, hè? Open. Ja. En daarom vind ik het zelf wel een goeie. Ja. Deze is ook wel mooi. Wees net als een wijsgeer die veel ervaring heeft. Het kan... Mij bijvoorbeeld helpt het wel om te denken aan oudere mensen die ik heb ontmoet. Die al heel veel ervaring hebben gehad, heel veel hebben meegemaakt in het leven. En die een beetje spiritueel overkomen. En dan denk ik aan die mensen. En dan helpt mij dat ook om me te herinneren wat gelijkmoedigheid is. Ja. Dus dit zijn zo een aantal metaforen die vaak worden gebruikt in onze traditie in de Dhammakaya meditatie. Van onze tempel. Nou, er zijn waarschijnlijk ook heel veel andere manieren waarop je het kunt formuleren. Om duidelijk te maken wat is nu eigenlijk dat vreemde woord gelijkmoedigheid. Ja. Dit vind ik ook wel belangrijk om nog eventjes duidelijk te maken. Waarin is gelijkmoedigheid anders als onverschilligheid? Is een belangrijke... Want in sommige talen, zoals bijvoorbeeld het Engels, zijn niet verschillende woorden. Je gebruikt namelijk voor allebei het woord indifference. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen equanimity in het Engels, wat gelijkmoedigheid betekent. Maar dat is meteen een heel filosofisch woord. En ja, dus het is wel belangrijk om het verschil te erkennen. In de Pali, in het Oud-Indisch, zeg maar, in de oude Indiaanse taal, spreken ze over gelijkmoedigheid gebaseerd op wijsheid en gelijkmoedigheid gebaseerd op onwetendheid. Dat is hoe ze het onderscheiden. Ze gebruiken in feite het woord onverschilligheid niet in het Pali. Ze noemen het eigenlijk allebei gelijkmoedigheid. Maar ja, als ik dat zo schrijf, dan is het misschien verwarrend. Dus ik heb hier het woord onverschilligheid gebruikt. Waarin verschillen gelijkmoedigheid van onverschilligheid? Nou, in de eerste plaats, dus wat ik net zei, gelijkmoedigheid komt van wijsheid. Het komt van het idee van ik kan nu dit niet beheersen. Ik kan nu niet hier iets aan doen. We hebben het net heel veel over meditatie gehad. Maar deze houding is natuurlijk ook van toepassing in ons dagelijks leven. We zorgen voor iemand. Iemand die we lief hebben, we brengen die persoon naar het ziekenhuis. We weten dat hij in het laatste stadium van zijn leven is. Maar we weten ook dat we die persoon uiteindelijk moeten loslaten. Dat is gebaseerd op wijsheid. Er is nog steeds plaats voor liefde ook. Dat is het volgende punt. Er is nog steeds plaats voor liefde. Aan de andere kant, onverschilligheid is natuurlijk... dat je veel verder gaat dan dat. Je hoort misschien dat je geliefde in het ziekenhuis ligt... en je gaat er niet heen... want eigenlijk heb je niet meer zo'n goede relatie met die persoon. Sommige mensen
horen dat hun ouders in het laatste stadium van hun leven zijn. En die hebben zo'n slechte relatie met hun ouders dat ze zelfs hun ouders niet komen opzoeken wanneer die bijna doodgaat. Er was hier iemand in de buurt die, die was als vader een beetje harde vader. En die kinderen die hadden een probleem met hem. En toen hij kwam te overlijden, overleed hij dus in zijn huiskamer zonder dat er iemand om hem heen was. Er was dus, het heeft heel lang geduurd voordat hij iemand achterkwam dat hij was overleden. Dat is een beetje een triest verhaal en ook een beetje luguber. Maar dat toont dus aan dat er wel een verschil is tussen gelijkmoedigheid en onverschilligheid. Gelijkmoedigheid is dat je zegt, ik hou van jou, maar ik moet je nu loslaten aan het einde van het leven. Onverschilligheid is dat je niet eens naar die persoon durft te gaan. Je kunt die persoon als het ware niet aandachtig loslaten. Je kunt hem gewoon niet meer zien, als het ware. Dat is een verschil. Gelijkmoedigheid gaat dus wel samen met liefde en onverschilligheid niet. Wat ik net oversloeg, en ook een belangrijk punt is, is dat gelijkmoedigheid gepaard gaat met aandacht en onverschilligheid niet. Dus in feite is gelijkmoedigheid, er zit ook een zekere zin aandacht bij. Het feit dat je iets of iemand kunt loslaten, omdat je weet dat het niet anders kan. Het hoeft natuurlijk niet altijd te zijn dat het gaat om het laatste stadium van iemands leven. Het kan ook zijn dat je in je dagelijks leven bijvoorbeeld weet dat als je... Nou, zeg dat je bijvoorbeeld een van je kinderen je om je hulp vraagt. En je weet dat als je alsmaar die hulp aanbiedt, dat die persoon, dat jouw kind, dat die niet opgroeit. Dat die niet voor zichzelf leert zorgen. En dan met aandacht kunnen loslaten is gelijkmoedigheid. Maar aan de andere kant, als je dus zegt van, als je niet eens interesse hebt in je kind, dan is dat onaandachtig negeren. Oké, dit is misschien een beetje voor de hand liggend, maar ik wil het wel even uitleggen, omdat we in het Nederlands die woorden ook niet zo heel duidelijk allemaal kennen. Niet zoveel gebruiken ook. En het is dus zo dat als je in het dagelijks leven met verschillende reflecties en andere manieren de gelijkmoedigheid beoefent, dan heb je dus op een gegeven moment ook, merk je dus ook dat het in je meditatie een effect heeft. Ik weet dat ik toen ik nog geen monnik was, heel veel moeite had met gelijkmoedigheid in de meditatie. En als een gevolg daarvan kon ik me ook wat moeilijker ontspannen. En de loop der tijd is mijn meditatie gaan groeien toen ik dat aspect van gelijkmoedigheid beter begreep toen ik eenmaal een monnik was. Het is iets wat je zeker altijd kunt blijven oefenen. Gelijkmoedigheid is best wel een gevorderde of een geavanceerde eigenschap. Hier staan dus een aantal voorbeelden van hoe je kunt reflecteren zodanig dat je gelijkmoedigheid meer kunt ervaren in je leven en meer deel van je wordt. Ik moet er even bij zeggen dat nummertje 2 klinkt misschien een beetje hard en onbevredigend. Klinkt een beetje hard en deprimerend. Maar in feite wat hiermee wordt bedoeld is dat alle dingen om ons heen ons niet volledig gelukkig kunnen maken. Je kunt wel hele mooie dingen om je heen hebben, hele fijne mensen om je heen hebben, maar uiteindelijk kun je alleen jezelf werkelijk gelukkig maken of aan de andere kant ongelukkig. Dat is de betekenis van nummertje 2. Dus in feite de reflectie dat dingen vergankelijk zijn, aan verandering onderhevig, onbevredigend, en dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk of ongeluk. Het woord verantwoordelijk is niet in de zin van juridisch of zo, hè? Juridisch verantwoordelijk of zo. Wat ik hier bedoel, wat ook bedoeld wordt in de teksten, is dat we uiteindelijk iemand wel een beetje kunnen helpen, maar dat iedereen uiteindelijk de laatste stap moet zetten om zichzelf te helpen. Dus je kunt wel iemand zeggen van, nou, je bent nu aan alcohol verslaafd, dit is hoe je er vanaf komt, maar uiteindelijk moet die persoon het zelf doen. En dat is het verschil
Dat is dus wat je oefent in gelijkmoedigheid. Je kunt iemand advies geven, maar uiteindelijk moet die persoon zelf vooruit gaan stappen. Dus dat is, er zijn een aantal voorbeelden van de beoefening van gelijkmoedigheid. En misschien als iemand een voorbeeld wil hebben van een verhaal dat dit mooi illustreert, dan kun je op YouTube kijken. Ik heb twee verhalen hierover verteld die je kunt terugvinden. De een is, eens even kijken, dat is die van de man aan de grens. De man met het paard aan de grens. Dus die kun je opzoeken. Er zijn ook meerdere mensen die dat verhaal hebben verteld. Dus het kan ook zijn dat je iemand anders vindt. Als je iets anders gebruikt dan YouTube, ik weet niet wat er allemaal is. Je kunt het vast terugvinden. The Man with the Horse at the Border. Dat is een heel mooie illustratie van gelijkmoedigheid. En er is ook het verhaal van de koning en zijn adviseur. Ik weet niet of ik dat ooit heb opgenomen, maar goed. De beste voorbeelden zijn natuurlijk in ons dagelijks leven. Dus we kunnen die verhalen wel vertellen en het is fijn, maar het is niet nodig. Dus daar wilde ik het bij laten voor vanavond. En zijn er nu nog vragen over of opmerkingen? Dan kan dat.